lezing. Toen werd het vorige week vrijdag. En toen kwam Kamil Eurlings de ministerraad uit. U weet wel, dat is die aardige meneer uit Limburg die op verkeer en waterstaat zit. Een hele aardige man. En hij zei daar ineens van ja, die kilometerheffing, daar ben ik natuurlijk nog steeds heel erg voor. Daar ben ik nog steeds heel erg voor in Kamil Eurlings. Maar als de ANWB zou besluiten dat ze tegen is, dan ben ik ook tegen. Want het draagvlak voor de kilometerheffing is vreselijk belangrijk. Nou, ChristenUnie en Partij van de Arbeid natuurlijk weer in de gordijnen. En ik moet u zeggen, ik loop nu 7,5 jaar mee in het Haagse wereldje. Ik begrijp werkelijk niet wat Eurlings hier heeft bewogen. Ik vind de kilometerheffing een slechte zaak. Het is een slecht doordacht, kostenverslindend, privacy-schadend plan. We moeten dat gewoon niet doen. Dus in die zin begrijp ik wel dat hij langzamerhand begint te denken, hoe kom ik hier vanaf? Maar om dan deze route te bedenken, namelijk via de ANWB, en dat die dan zou moeten zeggen tegen het kabinet, doe het maar niet. En ik weet niet of u naar die website bent gegaan, maar u kunt helemaal niet ja of nee zeggen op die website van de ANWB tegen de kilometerheffing. U kunt alleen allerlei vragen beantwoorden die proberen om u uit te leggen dat het eigenlijk toch wel een goed idee zou kunnen zijn, die kilometerheffing. En u moet naar de website van de Telegraaf of van RTL 4 om ja of nee te zeggen tegen de kilometerheffing. Maar ja, of Eurlings de uitkomst van de Telegraaf-enquête gaat volgen morgen, dat zullen we nog moeten volgen. Hij staat morgen in de Telegraaf. En ik heb niet het idee dat daar een ruime meerderheid voor de kilometerheffing zal zijn. Kijk, wat hier waarschijnlijk speelt, en ook dat is toch interessant om even te bekijken, ook in het licht, Gerrit, van de gemeenteraadsverkiezingen, want tegen deze achtergrond spelen die zich natuurlijk ook af. Het is toch een beetje de achtergrond waar de gemeenteraadsverkiezingen dadelijk tegen uitkomen. Is dat blijkbaar ook Eurlings ziet dat dit kabinet in elkaar wat zakken is. Dat Balkenende natuurlijk de langste tijd gehad heeft. En dat de vraag wordt, wie wordt de opvolger Balkenende? Wordt het Verhagen of wordt het Eurlings? En dan kan Eurlings het natuurlijk niet gebruiken dat hij dadelijk niet alleen het veldje van de vliegbelasting heeft, die rare vliegtaks die hij eerst invoerde en later moest afschaffen, maar dat hij dadelijk ook met het veldje zit van die kilometerheffing die buitengewoon impopulair is. Dus goed politicus zoals hij is, maar slecht staatsman, heeft hij blijkbaar bedacht, ik ga de ANWB vragen om hier vanaf te helpen. Nou, ik voorspel u dat dit gaat eindigen in een hoop tranen voor de heer Eurlings zelf, want zo kun je natuurlijk niet besturen. Of je bent ergens voor, of je bent ergens tegen, maar je kunt niet half zwanger zijn. En je kunt als minister van Verkeer en Waterstaat niet zo'n groot voorstel invoeren en dan vervolgens zeggen, ja, ik begin zelf ook te twijfelen en de ANWB moet er maar iets van vinden. Dit is dus het kabinet Balkenende 4 op dit moment, vandaag, wat is het, 25 januari 2010. En de grote dingen komen er nog aan, de besluitvorming over Afghanistan. Gaan we door of niet in Oeriskamp? Dat moet nog genomen worden, dat besluit. En ze moeten het nog eens worden, ik zei het al, over dat enorme probleem van die bezuiniging. Wat wil de VVD nou? Want dat is natuurlijk ook wat nu relevant is, zeker als waar is wat Jan en ik denken dat die verkiezingen aanstaande zijn, hè? Dan wordt het nog relevanter. Het grootste vraagstuk de komende maanden, het komend jaar, de komende 2 jaar zal naar mijn absolute overtuiging de economie zijn. Namelijk de vraag, aan de ene kant, hoe zorgen we ervoor dat we die enorm snel oplopende staatsschuld weer onder controle krijgen en tegelijkertijd de maatregelen nemen die nodig zijn om Nederland sterker uit die recessie te laten komen. Mijn grote angst is dat als we die staatsschuld niet onder controle krijgen, dat het als gevolg zal hebben, dat de belastingen tot gevolg zal hebben, dat de belastingen omhoog moeten. En belastingverhoging is vergif voor de economie. Dus het eerste wat nu moet gebeuren, de VVD heeft daar voorstellen voor gedaan, al in september bij de miljoenennota, bij Prinsjesdag, hebben wij voorstellen gedaan om die enorme tekorten op de overheidsbegroting terug te dringen. Dat zijn moeilijke maatregelen. De VVD is altijd bereid om moeilijke maatregelen te nemen. Mensen komen ook in de peilingen weer bij ons terug. En dat is denk ik omdat mensen zien dat wij in deze moeilijke tijden er staan en bereid zijn om de moeilijke voorstellen te doen. En mensen begrijpen ook dat die noodzakelijk zijn. Want als je het niet doet en het maar blijft uitstellen, dan zit je met een groot probleem. En voorkomen dat de belastingen omhoog moeten, het is ook hoe komt Nederland sterker uit die crisis. En daarom zal tegelijkertijd zullen maatregelen moeten worden genomen om de infrastructuur in Nederland te versterken, dus wegen aanleggen en spoor aanleggen. We zullen maatregelen moeten nemen. En we hebben voorgesteld 1 miljard extra te investeren in het onderwijs. Want wat hebben we nou eigenlijk als Nederland, als het over langere termijn gaat? Dan hebben we onze hersens en onze handjes. Dus het zal uiteindelijk toch aankomen op het vermogen van mensen om in de toekomst weer gewoon voor zichzelf op te komen. En bedrijven te starten en activiteiten te ontplooien die ervoor zorgen dat mensen vooruitkomen. Dus tegelijkertijd de staatsschuld onder controle en maatregelen om Nederland er sterker uit te laten komen. Een heel belangrijk onderdeel daarbij, en daar sprak ik vandaag ook met Jan Melendorp de radio lang over, die uitzending van zaterdag, is dat de staat zelf, de overheid zelf, terug in zijn hok gaat. Die overheid is te groot geworden. We hebben in Nederland bijvoorbeeld te veel bestuurders.
We hebben voorgesteld om terug te gaan landelijk naar 8 ministeries, 8 ministers. Het zijn er nu 16. Om de Tweede Kamer in te krimpen tot 100 leden. Om alle andere bestuurslagen, de provincie, de gemeente, een kwart van alle bestuurders weg te halen. Zodat het kleiner wordt. De deelraden op te heffen. In de Randstad, de 4 provincies in de Randstad, samen te voegen. En de taken van de provincies te beperken. En ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk bestuurlijke drukte in Nederland is. Zodat besluiten genomen kunnen worden. En we hebben 2 weken geleden een voorstel gepresenteerd om 100 wetten te schrappen. 100 wetten die op een verschrikkelijke manier in de weg zitten. Waar het gaat om het starten van bedrijven. Om het als Nederlander een beetje vooruit te willen komen, et cetera. Bijvoorbeeld voorgesteld voor startende ondernemers om de eerste 3 jaar de Belastingdienst buiten de deur te houden. Laat zo'n bedrijf nou eerst eens eventjes op poten komen voordat meteen die blauwe envelop in de bus valt en de bureaucratie wordt losgetrokken. En het makkelijk te maken voor mensen om geld te lenen aan startende bedrijven. Het privékapitaal, het kapitaal aan de keukentafel, noem ik dat maar even. Als je geld steekt in een bedrijf van vrienden of familie, daar geen belasting betalen over eventuele opbrengsten over zo'n lening. Zodat het op die manier makkelijker wordt voor mensen om aan geld te komen. Nou, er zijn een paar voorbeelden uit een hele reeks van voorstellen die de VVD heeft gedaan. En daar gaan we ook mee door. Want dat electorale herstel hangt daar voor mijn gevoel heel erg mee samen. Dat mensen zien dat de VVD wel bereid is om de moeilijke maatregelen te nemen om die staatsschuld terug te dringen. En tegelijkertijd ideeën heeft hoe Nederland weer sterker, hoe die banenmachine weer op gang kan worden gebracht. Hoe Nederland weer sterker uit die crisis kan komen. En daarom ook, Gerrit, is die strijd hier in Twente zo belangrijk, bijvoorbeeld over dat vliegveld. Daar ligt een prachtig voorstel, waar de gemeente Enschede, waar het provinciaal bestuur, provinciale staat is nog even een vraagteken, dat ging even mis, maar in ieder geval het provinciaal bestuur ja tegen heeft gezegd, waar ook landelijk tegen van gezegd is, dat is een interessant voorstel, om een compacte luchthaven met daarnaast bedrijfsactiviteiten, et cetera, te ontwikkelen. En waarom? Omdat we die werkgelegenheid nodig hebben, hier bijvoorbeeld in Twente. Daarom ook de strijd van de VVD tegen Natura 2000. Als u in de stad woont, zal het u weinig zeggen. Maar iedereen die probeert om op het platteland een bedrijf te hebben, of vooruit te helpen, of een bedrijf uit te breiden, weet precies wat ik bedoel. Waar heel Frankrijk 40 natuurgebieden heeft aangewezen, hebben wij er in Nederland 160 aangewezen. Volgens mij zijn we kleiner dan Frankrijk. En niet alleen hebben we dat gedaan, we hebben ook nog eens gezegd dat 20 kilometer rondom zo'n natuurgebied er eigenlijk niks mag gebeuren. Dus het zijn niet alleen die natuurgebieden, maar er zitten enorme contouren omheen. Waardoor bijvoorbeeld agrarische ondernemers, maar ook het aanleggen van wegen, al dat soort zaken in Nederland tot slot is komen te staan. Wat doet Balkenende? Die stuurt een brief aan Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, en zegt, hoe kan dat nou zo uit de hand zijn gelopen? Barroso stuurt hem een brief terug. Dat is allemaal uitgelekt in de Volkskrant. Zijn eigen fractie, zijn eigen coalitiepartner, de Partij van de Arbeid, wist niet eens van die brief. Erg interessant. Maar goed, wat schrijft Barroso geheim terug, dankzij de Volkskrant naar buiten gebracht? En wat schrijft hij terug aan Balkenende? Beste Jan-Peter, dit heeft niets te maken met Brussel. Deze ellende met Natura 2000 heb jij zelf in Nederland veroorzaakt, doordat jullie bovenop de Europese regelgeving een enorme kop hebben gezet. En dat is wat Nederland steeds doet. Brussel bedenkt iets, en dan zeggen de Nederlandse ambtenaren, oh, maar dat kunnen we hier nog veel beter. We gaan er nog eens even een enorme kop bovenop zetten.